plezier te doen. Wanneer alles snel gaat, moet ook hoofdpijn snel verlicht worden. Dankzij zijn vloeibare formule werkt Nurofen 400 Fastcat 2 maal sneller dan een standaardformule. Voor een snelle verlichting. Nurofen. Je kapotte toestellen op zolder leggen? Doe dat niet. Ze naar een rekenbelpunt brengen? Doe dat nu. Breng je kapotte elektro naar een rekenbelpunt in een recyclagepark of supermarkt. Rekenbel, we maken er iets moois van. Vorige keer in Big Brother. We spelen een game en dat is inzet, een ticket dat je laat meespelen met het finale spel later deze week. Ja, doe het. We gaan samen spel spelen. De speltickets zijn beperkt. Niet iedereen zal er één bemachtigen. Ik heb hem. I love you, bro. Hey, babe. Hey. Hi, schatje. Hey, baby. Wat moet ik doen? Mag je helpen of niet? Wasmachine. Druk snel op de knop. Nee. Dit is echt mooi. Je hebt hem dan ook verdiend. Ja, zonder mijn moeder was het niet zo snel gelukt. Vanavond. Ook deze week kan jullie eten en moeten jullie daarvoor shoppen in de Big Brother Shop. En wie gaat er naar de winkel? Jij? Ja, ik vind het wel heel leuk. Kijk even rustig rond. Ik denk dat ze een ticket gaan kopen als hier is. Oh, wacht. Je weet hoe ze is. Dan nog een tweede ticket, mat. Die moeten we pakken, hè. Bah. De voorraadkamer is nu open. Het is een semifinal week en de bewoners weten ondertussen dat de weg naar de finale niet makkelijk is. En zo zijn er opnieuw geen weekly basics. Weer niks! Huh? Oh my God. Niks, helemaal niks. Goed samengevat, Jimmy. Niks, helemaal niks. Nou, hoe kan dat? Dat komt om de volgende reden, ook deze week. Kan jullie eten en moeten jullie daarvoor shoppen in de Big Brother Shop. Het minimum aantal coins dat jullie dienen mee te nemen naar de Big Brother Shop is niet 30, maar 20. Overleg even onderling wie de shopper van dienst is in mijn prachtige winkel. Ai, dat meen je maar niet. Maar hoe kan dat nou? Meestal hebben we toch helemaal geen munten meer? Het is echt niet chill dit. 2 weken gewoon... Nada. Niente. Kan toch niet. En weer 30 coins. Toe, man. Misschien hebben ze nu al enorm uitgekoopt. Gelukkig ook alweer. Volgens mij 10 of zo. En nog 4. Volgens mij. Ik heb 3. Asje. 8. Ja, zoiets. Jezus. Hoe ga je deze week overleven, man? Kan toch niet. Ja, we gaan weer daar regelen, jongens. Ja. De enige staat er nu geweest is Asje. Ga mee, Max. Ja, Asje. Bewoners, kom naar de woonkamer. Oh my god. Hey. Is er weer een twist in het spel of hoe is het even? Nou, voor eten hebben we natuurlijk coins nodig. Spelspelen. Bewoners, deze week wordt er verder gewinkeld in de Big Brother Shop. En de valuta daar is nog steeds coins. Coins die jullie blijkbaar niet zo graag uitgeven. Waarom niet? Is mij nog steeds een groot raadsel. Maar ik geef jullie de mogelijkheid om kostbare coins te winnen en wel met een doorlopende opdracht. De coins game gaat als volgt. Als het alarm afgaat, komt er een naam op het scherm. Deze bewoner is dan aan zet. Op het scherm verschijnen verschillende symbolen. Deze moet je onthouden. Je hebt hiervoor 20 seconden. En als je de symbolen hebt onthouden, heb je 40 seconden de tijd om deze in te drukken op de tablet bij de dagboekkamer. Let goed op, je hebt maar 1 kans om de juiste symbolen in te drukken, dus onthoud goed welke symbolen op het scherm te zien zijn. Je kan niet meer corrigeren.
Als je de juiste symbolen in de juiste volgorde hebt ingedrukt en nog binnen de tijd, dan verdien je 5 coins. Elkaar helpen mag absoluut niet. Er staat een boete op van 1000 euro uit de jackpot. Nou, spannend. Ja, ik ben benieuwd. Gaan we zien, joh. Die is doorlopen. Oh, weer die helse alarm. Precies, dat alarm. Wat gaan we doen met eten vanavond dan, jongens? Wat willen we allemaal? Ja. Alles pasta, rust, makkelijk. We hebben eigenlijk alleen knoflook. We kunnen toch gewoon een pot saus doen? En wie gaat er naar de winkel? Jij? Ja, ik vind het wel heel leuk. Moeskat. Het is gewoon een beetje moeilijk. Ik denk, ja, hoor ik hier dan nu nog wel? En had ik niet gewoon naar huis gaan moeten? Waar dat twijfel je daarom? Ja. Waardoor? Vergeet nog steeds niet wie de Jimmy is. Maar wat heeft ervoor gezorgd dat je minder zelfvertrouwen hebt gekregen? Wat was de trigger daarin? Ik voelde me gewoon verantwoordelijk voor alles wat er vorige week gebeurd is. En waarin voelde jij je verantwoordelijk dan? Ja, geen idee. Gewoon over hoe het besproken werd. Dit is wie zij verteld heeft dat ze is vanaf het moment dat ze binnenstapte. Ze verdiende de bank gewoon. Altijd heb ik me gevoeld als een zwarte schaap, anders dan de rest. Als je op de bank wordt gestemd, dan ga je op die bank zitten. En als je dat niet durft, dan heb je niks te zoeken. Het ding is, zeg maar, die hele situatie ligt mij gewoon gevoelig omdat ik weet hoe het is en wie je buiten gesloten voelt. Ik voel me daar gewoon verantwoordelijk voor dat zij zich zo heeft gevoeld. Maybe.